geroepen voelt om hier voor het volk te staan. Ik ben hier omdat een keertje verandering moet komen. Maar global verandering. Niet alleen Europese landen, maar hoe wij met andere Aziatische landen omgaan, Arabische landen, Afrikaanse landen. Tot nu toe komen we ieder land binnen. We hebben halve planeet bezet. Van Zuid-Amerika tot Australië tot Zuid-Afrika. Maar we bouwen hier wel een front. Dat noem je ook Frontex. Europese watermuur, die onzichtbare watermuur. Dat als mensen vanuit Afrika, Arabieren of wat dan ook, hier naartoe willen komen, verdrinken op zee. Want ze zorgen ervoor dat deze schepen, deze legers, politie en leger, op het water, dat dit volk gewoon hier niet aankomt in Europa. En dan zeggen ze wel, mensen moeten hun eigen land blijven. Maar ten eerste, je ben je niet geboren als een schaap. Dat je binnen jouw hekken moet blijven. En ten tweede, als je mensen gewoon betaalt voor een mineraal, een goud, een diamant en een olie, zoeken ze ook geen leven hier. Dus, wapenhandel. Waarom lever je aan mensen in nood wapens? Dat vraag ik me ook af. Waarom ga je, net als dat je een zwerver drugs gaat geven? Dat de staat de daklozen drugs en alcohol gaat verspreiden. Dat is hetzelfde wat wij in Afrika doen. Wij gaan de mensen in de grootste nood leveren we wapens. Heel interessant. Ik denk dat wij als volk één moeten zijn en de staat deze. De staat is een handje mensen. Wereldwijd. Kijk, de staat dient de bank en de bank dient de wereldcorporaties. En dat is het. Dus als het volk een beetje gaat kijken naar wat je hebt. En niet allemaal wat je wilt hebben, maar wat je al hebt. En wat je kunt delen samen, zoals zo voor de crisis. Dat het volk hier meer zelf gaat produceren. Zelf gaat verbouwen. Die zeg maar doen van je eigen onderhoud. Ben je minder afhankelijk van andere landen. Hoef je ook niet te manipuleren, aan te vallen en wat dan ook. Heb je geen olie, zorg dat je op iets anders kan. Wij hebben water. Waarom rijden we niet op water? Waarom moeten we op olie die we eens moeten stelen? Dat is ook niet zoiets. Dus als je zorgt dat jouw wind, jouw voeding, jouw grondstoffen, jouw dingen voor wat jij hebt, daar moet je van leven. En als je af en toe kan ruilen met andere werelddelen, is goed. In een ruilvorm. Bijvoorbeeld. Want ook munt, vraag ik me af. Wie kwam hier met de munt aan? Vroeger kreeg je nog goud en zilver. Tegenwoordig is het papier. Wat niet eens wasbaar is. Ik bedoel, er zijn zoveel dingen waarvoor mensen hier bij elkaar komen. Het is raar dat de staat, dat op tv-programma's, dat de staat, dat iedereen wil je voorbereiden op een gezondheid. Op een betere welzijn. Maar als je in de winkel binnenkomt, is alles zwaar chemisch. Overal zitten hormonen, antibiotica in het vlees. Je hebt al die E-nummers, aspartaan. Dus je stopt mensen vol met vet en je vraagt ze om af te vallen en op hun gezondheid te letten. Je stopt ze vol met, dus allemaal, de industrieën verkopen aan je. En dan heb je weer andere industrieën die je weer gaan melken om je weer terug te draaien, weet je. Dus het is een soort never ending. Het volk moet wakker worden en weten dat die paar mensen boven jou. En niet, hun roepen wat en doe je obey. Snap je? Hun roepen iets. Je neemt alles klakkeloos aan. Over je gezondheid, cholesteroltabletten en boters. En dan, wat is ons? Waar ben je mee bezig? Wij zijn de enige volk hier op aarde die tot aan een dood melk drinkt. Is ook zoiets. Er wordt ons aangeleerd dat het gezond is. En wij zijn de enige met bottenkaken. Omdat het lichaam, alles uit het bot is. Jij blijft het toedienen en het lichaam haalt het uit het bot. Jij dient het toe en het lichaam haalt het uit het bot. Je hebt een paar maanden tot hooguit, maximaal. Stel je voor, je bent een zwakkeling. Als kind ben je wat zwakker dan de rest. Dan doe je het misschien voor een jaar, twee jaar. En dan is het klaar. En dan leef. Nee, we zuigen aan een koe de tiet, aan al die beesten. Ik bedoel, waar hebben we het over? We leren in de westerse wereld alleen maar wat de handelaars willen verkopen. Dat leren goed voor je is. Of het farmaceutische industrie, of het ja, waar gaan we het over hebben? Het is te veel om op te noemen. Het is een soort, waar moet ik beginnen? Nou, ik weet dat je natuurlijk ons doodzwijgen. Wat hun
hun beste punt is om te doen, is doen alsof wij niet bestaan. Ik heb meerdere keren dat ik hier door Amsterdam liep. Bijvoorbeeld, ik loop naar het station, ik pak de boot en dat is 8 minuten lopen. En daar weten mensen niet wat Occupy is, dat het bestaat en dat we hier zijn. Ze weten niet dat we er zijn, laat staan wat het is. Zoals net kwamen mensen hier en die zeggen, wat is dit? Ze zeggen, het is Occupy, wat is dat dan? Ja, we zijn hier al, dat is van een jaar, wereldwijde demonstraties. Oh. Ik bedoel, zoveel aandacht krijgt het. We zijn hier begonnen, toen was Libië heel erg aan de gang. En ik dacht, nou Libië, dan krijg je ineens wel aandacht. Nee. Dan zoeken ze de teennagel van de buurvrouw en de haarrollers van de buurman. Die in het weekend met lippenstift en een jurkje oploopt. Dat is allemaal belangrijker dan dat je eigen volk hier voor iets staat. Wat is er met de bank aan de hand? Wat is er met de farmaceutische industrie aan de hand? Wat gaan we hier in Europa doen met de economie? Nee. Alles is goed. Het is stabiel. Zover ik weet, dan doen we 1 tot 5 of 10 treden achteruit en dan noem je het weer stabiel. En bewegen, weet je, neerwaarts en dan stabiel. En neerwaarts en stabiel. Dus waarom iedereen doodzwijgt tot de boot wegzinkt en dan paniek uitbreekt in Europa. In Spanje heb je miljoenen mensen op straat demonstreren, maand na maand demonstratie na demonstratie. Worden er half dood geknuppeld en Europa werd niet meer. Als wij geen livestream hebben, weten we hier van niks. En dat volk weet niet eens waar ze zijn laten staan, want er in Spanje, Italië, Frankrijk aan de hand is. Het is gewoon zorgelijk. Dus. De media zorgt ervoor dat niemand hiervan weet, want de media werkt met de staat. Kunnen meer vertellen over? Het is niet de bedoeling van de media, maar kijk maar naar Israël. Een beweging van iemand in Israël, dat krijgt alle aandacht. En als er een paar honderd kleine kinderen in de school door hun hoofd worden geschoten, door een leger, dan horen wij hier niks. We moeten ook weer via livestream en internet wat terugvinden. Dus wij doen hier, de media doet hier waar we de aandacht voor hebben. Zoals in Spanje, als je op tv kijkt in Spanje, weet je alles over de Arabische wereld of meer over Zuid-Amerika. Hier in Nederland zeggen we nee, want wij zijn met de Engelsen en Amerikanen tegen Zuid-Amerika, tegen verschillende landen, om daar bedrijven op te bouwen, om daar te bezetten en te roelen. Dus wij vertellen hier alleen maar shit over Zuid-Amerika. Dat er zogenaamd allemaal terreur is en allemaal blabla. Voor misschien agenda voor in de toekomst er aan te vallen. Ik heb nog nooit gezien dat een Arabier hier ergens naar Amerika gaat bijvoorbeeld een boost door zijn hoofd. Ik bedoel, welk Arabier of Afrikaan gaat ergens op de aarde een andere leider vertellen wat hij moet doen? Of het volk of een leider opruimen? Alleen de westerse wereld doet dat nu al 150 jaar. We gaan naar Kenia, Bolivia, we gaan naar... Het maakt niet uit waar we naartoe gaan. We gaan naar andermans land en daar bepalen dat iemand niet mag leiden. Of aan andere tegenstrijdige landen gaan we ze wapens over en weer geven. Ik bedoel, waar maak je dat nog mee? Op aarde? Alleen maar wij doen dat. Verschaamd. Dat zijn je broertjes en zusjes. Je bent maar geboren. In een gezin, in een dorp, in een stad, in een land, hier op aarde. Op een planeet. Je bent hier gewoon geboren. Nou, dan gaan we hier zeggen, we gaan even alle roodharige boycotten. Wat zit er in je hoofd? Nou, Arabieren, Joden. Eerst waren het de Joden, dan zijn het de Arabieren. Morgen zijn het de Chinezen, want de Chinezen gaan je neuken. Nu gaan ze eruit nemen na 100 jaar. Dat is er wel deze. Ze staan gewoon voor onrecht en proberen een loep te zetten op zaken die niet helder zijn. Dus het is meer... Anonymous is gewoon het doodgewone volk, waarvan af en toe een mens zich afvraagt. Moet ik dat uitleggen? Of iets rechtvaardig is. En soms bij nader inzien, krijg je dit. Dan kom je samen en doe je dingen. Ja. Het is te veel, ik plan het nooit. Zeg maar, de meeste mensen hebben een doel. We hebben de banken, natuur, apartheid tussen rassen.
waar ze zich zorgen over maken, hun gezondheid in de toekomst, de economie. En ik sta voor, ja, bij mij, ik ben gewoon wat meer verspreid. Voor mij is alle vormen van onrecht, onduidelijkheid, niet evenwichtig, haatzaaiend, onderdrukking. Verblinden, weet je. We zijn net haasjes in een koplap. Het volk. De economie geeft de leiders, maar de ruimte, als we ons toch willen verblinden, nou, geef ze de ruimte. Het is een kwestie van tijd. De boot is aan het zinken. Rome was ooit aan de macht. Turkije was ooit aan de macht. Nou zijn, is de westerse wereld aan de macht. Maar ja, de paddenstoel is open. Het is tijd om te rooien. Snap je? Ja, Zuid-Amerika die gaat groeien. Een paar Arabische landen die groeien. Van Noord-Afrika, die zijn niet aangetast. We hebben China, die is een grote wereldmacht. Amerikanen zitten puin in het krijt. Ze produceren alles voor ons. Ze kopen ook heel veel gebieden. In de havens kopen ze nu in de bedrijven. In, wijnhandel, grond in Frankrijk, Spanje. Het zit vol. Dus ik bedoel, je moet ooit een stok aan een ander geven en een ander een vooruit. En dan bepaalde deelregels zijn er op aarde. Ik bedoel, ik zie Rusland en China vallen niet zomaar landen aan. Tot nu toe wij slapen aan de Amerikanen. Voor die kramen olie die we toch te duur kopen. Ik denk, haal het zelf. Maar dan moet je toch altijd van de Amerikanen afhankelijk zijn. China en Rusland doen het ook. Doen directe handel. Wacht niet op Amerikanen. En hoeven geen oorlog in te stoken, zo kan ik ze doen. Het zijn gewoon, het is vriendschappelijk, je betaalt en je handelt samen. Dat is westerse wereld. We moeten allemaal gaan stoken, aanvallen en drukken om het goedkoop mee te krijgen of gratis.